De afhandeling van de decembermoordenkwestie trekt veel buitenlandse aandacht. Dit vertelde minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking gisteren tegenover journalisten. De bewindsman zegt dat het Openbaar Ministerie alle ruimte geboden wordt om haar werk te doen. Zeker in de regio is er uiteraard veel belangstelling omdat er zoveel geruchten zijn. Zeker voor wat betreft naar het buitenland gaan. Zowel Guyana, Brazilië als Frankrijk zijn geïnteresseerd in eerste instantie in wat de situatie is. En ja, daar zijn wij dan bij betrokken. Ons antwoord is een hele simpele, dat de autoriteiten die daarmee belast zijn ons van informatie zullen voorzien. En wanneer we die hebben zullen we dat indien nodig delen. We zullen zien wat verder gebeurt. De invallen zijn geweest. Dat is justitieel werk, Openbaar Ministerie. Daar gaan we ons verder niet mee inlaten. We wachten de resultaten af. En vanuit een mensenrechtenperspectief moet ik zeggen, ook de mensenrechtenorganisaties wereldwijd, in dit geval de Verenigde Naties, maar ook OAS, hebben natuurlijk veel belangstelling voor hoe deze zaak verder afloopt. Ramdien geeft aan dat Suriname gecomplimenteerd is voor de rol van de rechterlijke macht in de kwestie. Internationaal wordt namelijk ook in de gaten gehouden hoe het vonnis wordt uitgevoerd. Uiteraard, iedereen heeft mensenrechten, ook veroordeelden hebben mensenrechten. Ook Suriname is daar serieus in en tot nu toe moet ik zeggen dat daar heel secuur naar gekeken wordt en daar zijn we blij om. Er zijn autoriteiten die belast zijn met de ten uitvoerlegging van het vonnis. Dat is het Openbaar Ministerie en dat zal natuurlijk voortgaan. Ze hebben hun taken te vervullen die in de wetgeving zijn aangegeven. Daar houden we ons aan. Waar de regering ondersteunend moet zijn in termen van de uitvoerende diensten, in dit geval politie, penitentiaire ambtenaren en andere diensten, veiligheidsdiensten, dan zullen die worden ingebracht op verzoek op instructie van de procureur-generaal. Gisteren heeft het Korps Politie Suriname officiële opsporingen gepubliceerd van Iwan Dijksteel, die tot 15 jaar cel, en Daisy Boutersen, die tot 20 jaar cel is gevonnist. Het tweetal heeft zich tot heden niet aangemeld om hun straf uit te zitten.